Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Toen ik in het begin heel veel bezig was met het controleren en het beter worden van mijn eigen time management, toen liep ik wel tegen een paar dingen aan. En een van de dingen was een to-do-lijst maken in. Ja, deze bijvoorbeeld voor jezelf bijhouden. Ik had op een gegeven moment, weet ik nog wel, wat meerdere papiertjes waar ik iets opschreef. En nou, ik gebruikte dan wel als standaard systeem in principe mijn agenda. Dus dat was al wel een aardig goed systeem. Alleen de to-do-lijstjes vlogen overal een beetje heen. En ik liet me heel erg leiden door mijn to-do-lijstje. Dus ik zat wel te bekijken van dingen van die ik leuk vond om te doen. Of de dingen die ik moest doen. En dan ging ik die ook wel doen. Maar als ik er nu op terugkijk en nu met meer ervaring, denk ik niet dat het altijd de belangrijkste dingen waren. En laatst hoorde ik ook van een wijs man, ik weet niet meer precies wie het was, maar toen hoorde ik ook van iemand in ieder geval van, ja weet je, ik heb eigenlijk helemaal geen to-do-list. En dit was een succesvol ondernemer. Ik heb geen to-do-list, want ik vind eigenlijk dat alles wat belangrijk is, dat hoef je niet op een to-do-list te schrijven, want alles wat belangrijk is, dat onthoud je wel. En dit vond ik echt, een ontzettend mooi. Ik dacht van wow, ja, het was best wel een eye-opener. Eigenlijk vrij simpel natuurlijk, maar ik dacht wel van, ja, hier heb je wel iets aan. Dus ik dacht van, inderdaad, ik moet mijn to-do-list gewoon minder ruimte geven of minder de nadruk leggen. En echt kijken van, ja, wat is nou echt belangrijk? Wat moet ik echt doen? En die dingen weet je al, dus die hoef je niet eens op te schrijven. Natuurlijk is het wel handig om dat misschien toch te noteren op een plek. Voor mij is dat de agenda. Dus in de agenda noteer ik nou echt mijn belangrijkste taken. Die doe ik dan altijd in de ochtend. Dus per dag is dat één taak die ik absoluut wil realiseren. En dat zorgt ervoor dat ik ook bijna geen uitstelgedrag vertoon, omdat het maar één taak is die ik moet doen. Okay? En als ik eerder klaar ben, dan kan ik alsnog naar mijn to-do-list toe gaan. Of kijken wat ik de volgende dag eigenlijk op de planning had. En dan kan ik daarmee aan de slag gaan. En dat geeft mij veel rust. Dat geeft mij tegelijkertijd overzicht. En het geeft mij tegelijkertijd eigenlijk ontzettend veel resultaat. Ook al doe ik maar één ding. Maar het geeft wel heel veel resultaat. Omdat ik weet dat dat op dat moment het belangrijkste ding is. En dan heb ik het ook ruim van tevoren af. Dus een to-do-list heb je niet eens per se nodig. Dus wat je zou kunnen doen in dat geval, zoals ik het in ieder geval noem, is je to-do-list ombuigen in een important goal-list. Dus je pak je takenlijstje erbij en kijk eens naar de dingen die je heel vaak opschrijft. Waarschijnlijk zijn er dingen ook op je papiertje die terugkerend zijn. En bijvoorbeeld boodschappen doen, kan zoiets zijn, huishoudelijk iets nog doen wat je eventueel vergeet. Dat is allemaal van dit soort dingen. Zet die dingen in je agenda, zodat ze niet meer op je to-do-list komen te staan. Want dat zorgt ervoor dat je to-do-list namelijk ook nooit kleiner wordt. En dat werkt best wel demotiverend. Dus dat wil je juist niet doen. Een ander principe wat denk ik heel belangrijk is om je to-do-list om te zetten in een important goal-list. Want uiteindelijk wil je niet die taakjes doen. Nee, je wil werken aan je belangrijkste doel. Dus die takenlijst die wil je eigenlijk weggooien. Maar eerst schrijf je alles op. Dan ga je alle terugkerende aspecten, zoals dus die paar dingen die ik al heb opgenoemd, maar ook bijvoorbeeld het sporten. Dat soort dingen zet je echt constant in je agenda. Dus dat kun je per week doen als je een fysieke agenda hebt. Heb je het allemaal digitaal, dan kun je natuurlijk met terugkerende patronen werken. Dit heeft mijn voorkeur. Hoef je niet iedere keer weer opnieuw op te schrijven. En als je dat hebt gedaan, dan is je to-do-list al met 50% korter geworden. Dat weet ik zeker. Als je goed kijkt naar dingen die terugkerend iedere keer op je to-do-list terechtkomen, dan wordt die al een stuk kleiner. Daarna kun je gaan kijken, ben ik bepaalde dingen wel echt nodig of niet echt nodig? Nou, dan gaat er nog eens 50% weg. En dan blijven er echt niet zo heel veel taken over die op dat moment heel belangrijk zijn en die dus gebaseerd zijn op jouw belangrijkste doel om die ook te gaan realiseren. En zo bouw je eigenlijk je to-do-list om tot een important goal-list, waar alleen nog de belangrijkste acties voor je belangrijkste doelen op genoteerd staan. Nou, ik hoop dat het je wat inzichten heeft gegeven in hoe jij je to-do-list nog effectiever kunt benutten, hoe je daar goed mee om kunt gaan en hoe je er eigenlijk voor zorgt dat je dus een soort van important goal-list kunt opstellen. Ik wens je veel plezier vandaag met alles wat je gaat doen. Laat gerust even een reactie achter op deze podcast. Als je geacht vindt om daar een reactie op los te laten. Ik vind het altijd leuk om even iets van je te horen. Dus heb je een to-do-list?
werk je ook met een soort van goallist. Iets van alles wat er tussenin zit, laat het me dan gerust even weten. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien. Denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond. Deel de inspiratie en geef het door.